Water in China. Paragraaf 8.3. De Changyang, oftewel de Yangtze-Kiang. De Changyang, oftewel de Yangtze-Kiang, is de grootste rivier van China en een van de grootste rivieren op aarde. Hij ontspringt, zoals de meeste rivieren, dat hebben we gezien in de vorige paragraaf, op het hoogland van Tibet. Nou, in het begin is het uiteraard een gletsjerrivier, maar later wordt het een gemengde rivier, omdat er natuurlijk ook allerlei neerslag in het stroomgebied bij komt. Omdat in China de regentijd in de zomer valt, en dus tegelijkertijd met het smeltwater de rivier een hogere waterstand geeft, zien we dat het regime heel erg onregelmatig is. Want juist in de winter, wanneer er weinig smeltwater is, het is dan allemaal bevroren, zeker in de bovenloop, dan regent het ook in het stroomgebied van de Yangtze-Kiang weinig. En komt er dus weinig water in de rivier. Dus pas zeg maar de maanden april tot en met september, oktober, dan is er veel water in de Yangtze-Kiang of in de Changyang. En in de maanden oktober tot en met maart is er een stuk minder water. Als we even kijken en vergelijken met de Rijn, hè, onze het belangrijkste rivier van Europa zou je haast kunnen zeggen. Alleen de Donau is wat langer. Het stroomgebied is 10 keer zo groot als van de Rijn. Dus het gebied waar de Yangtze-Kiang, de Changyang met al zijn zijrivieren ligt, is, heeft een oppervlakte die 10 keer zo groot is. De waterafvoer is 15 keer zo groot als de Rijn, dus er stroomt 15 keer zoveel water gemiddeld door de Yangtze-Kiang, de Changyang, dan door de Rijn. En bij de monding is de breedte van de Changyang, de Yangtze-Kiang, dus maar liefst 10 kilometer. Komen we bij de monding van de Rijn, en de bekendste monding zou je kunnen zeggen is de Nieuwe Waterweg. Ja, die is een paar honderd meter breed. Eigenlijk een ukkie vergeleken bij deze rivier. Doordat er dus in de zomer een grote piekafvoer kan zijn, dus de maximale afvoer erg hoog kan zijn, zien we dat er veel overstromingen zijn vaak in het stroomgebied van de Yangtze-Kiang, van de Changyang dus, in de zomer. Hè? Veel smeltwater en veel neerslag. Nou, we verergeren, daar bedoelen we de mens mee, door ontbossing. Daaronder zie je twee plaatjes, links een helling met bos, rechts een helling helemaal zonder bossen. En die bossen houden zowel het water tegen omdat ze zelf water nodig hebben. En het duurt wat langer voordat het water in de bodem is gezakt, dat het water is geïnfiltreerd. Bij een ontboste helling stroomt het in korte tijd rechtstreeks de rivier in. Dus overstromingen krijgen we ook dus na ontbossing door meer water in korte tijd in de rivier. En als we op het rechte plaatje kijken, zie je ook dat er veel meer materiaal wordt meegenomen van de helling. En dit zorgt weer voor modderstromen en aardverschuivingen, zodat al het materiaal, al de troep zeg maar, in de rivier komt en de rivier ook nog minder water kan afvoeren en nog eerder overstroomt. Dit is een foto uit 2020. Wordt ook wel de Summer of Floods genoemd, dat is wel de zomer van de overstromingen. Gigantische overstromingen in het stroomgebied van de Changyang. En zelfs de Drie Klovendam dreigde te bezwijken door de grote hoeveelheid water die er toen naar beneden was gekomen. En hier zie je mooi twee gevolgen van die ontbossing. Je ziet op het linkerplaatje een hele helling die daar als een aardverschuiving naar beneden is gekomen. En dus in de rivier is gekomen. Daar de rivier dus ook weer heeft geblokkeerd. Of in ieder geval ook dat materiaal weer beschikbaar heeft gemaakt om een modderstroom te veroorzaken. En rechterplaatje zie je de gevolgen van zo'n modderstroom in een dorpje of in een stad in China. Nou, waar is de kans op overstroming het grootst? En dat geldt niet alleen voor de Changyang. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor de Rijn. Dat is in de benedenloop. In het laagland, daar is de kans op overstroming het grootst. Nou, wat is daar de oorzaak van? Nou, de rivier neemt door onder andere ontbossing veel zand en slip mee. En in het laagland, in de benedenloop, dan neemt de stroomsnelheid ineens af. Want er wordt daar vlakker, de rivier stroomt minder snel, dus hij kan minder materiaal dragen, zou je kunnen zeggen. En het zand en het slip, dat zakt naar de bodem en maakt de rivier minder diep. Dat naar de bodem zakken, dat noemen we ook wel sedimenteren. Nou, het water kan niet alle kanten op, het kan niet naar links of naar rechts, want daar liggen dijken. Ook in China, langs de Yangtze-Kiang, langs de Changyang, liggen dijken. En eerst wel even nog kunnen de
uiterwaarden worden overstroomd. Maar al snel stroomt het water eventueel over de dijk. Want ja, die ondiepere rivieren, dat water is evenveel of zelfs meer dan normaal. Ja, en dan krijgen we dus overstromingen. De Driekloverdam, die ligt in de Yangtze-Kiang en is qua opgewekt vermogen, dus de energie die wordt opgewekt, de grootste stuwdam ter wereld. Nou, wat zijn de kenmerken? Het houdt water tegen. Als er te veel water is, dan zijn er minder overstromingen in het gebied, ja, stroomafwaarts van de dam. Dus als je lager komt, laat water door als er te weinig water is. Dus dan wordt juist de rivier stroomafwaarts bevaarbaarder, hè, beter bevaarbaar. Nou, het levert drinkwater op. Het levert water op voor de irrigatie, dus voor de landbouw. En daarvoor is hij eigenlijk ook voor een groot deel gebouwd. Hij levert hydro-elektriciteit op. Oftewel, er wordt elektriciteit met waterkracht opgewekt. Hier zie je een maquette van de dam. De dam waar dus de elektriciteit wordt opgewekt, zie je links. Linksboven. Daarachter ligt dus het Stoermeer. Daar komt de rivier vandaan. Hè. Daar wordt het water tegengehouden. En hier aan de voorkant, dat noemen we het stroomafwaartse deel, daar stroomt de rivier heen naar, ja, zeg maar, de benedenloop van de Changyang. Rechts zie je, ja, een soort trapje, dat zijn allemaal sluizen, om boten die, ja, van de benedenloop naar de bovenloop willen varen, ja, die kunnen niet dwars door zo'n dam heen, om toch dat gebied te laten passeren. En daar zie je ook heel goed wat het hoogteverschil is tussen het stuwdam, of het Stuwmeer en de rivier daar een stukje beneden. Maar de bouw van de Driekloverdam is niet alleen maar hosanna. Er kleven ook enorme nadelen aan. Nou, de bouw kost heel veel geld. Nou, hoeveel geld, dat zullen we vanuit het, ja, gesloten China nooit echt weten. We weten wel dat er een stuwmeer is gecreëerd van een, ongeveer 1100 vierkante kilometer. Dat is vergelijkbaar met de oppervlakte van het IJsselmeer. Daarvoor moesten dus wel de nodige mensen verhuizen. Moesten ongeveer tussen de 1,5 en 2 miljoen mensen moesten hun huis verlaten. 13 steden liggen er op de bodem van dat meer. En maar liefst 657 fabrieken. En ook het landschap en de natuur zijn ingrijpend veranderd. Het is namelijk ook slecht voor planten, dieren en vissers. He, vissen die normaal makkelijk van de benedenloop naar de bovenloop zwemmen, ja, die kunnen dat dus niet meer. Dus er zullen in bepaalde delen zullen minder vissen voorkomen. Ook doordat er veel meer gelijkmatige waterstand is, zullen bepaalde planten die, ja, juist gevoelig zijn bij overstroming, zullen niet meer voorkomen. En op die manier, ja, is het toch een ander landschap, een andere natuur. Ja, dat meer, dat wordt natuurlijk wel weer gevuld vanuit de bovenloop. Daar komt allemaal zand en slip. En dan is er weer minder ruimte voor water. Nou, dat betekent minder irrigatiewater. Minder water voor het opwekken van stroom. En dat blijft hoe dan ook. Want dat slip zou normaal naar de benedenloop gaan. En daar hebben we dus minder vruchtbaar slip. Ja, oh. En wat ook even van belang is. Alle vervuiling vanuit het gebied, het stroomgebied, in de bovenloop van het Stuwmeer, komt allemaal in dit meer terecht. Dat concentreert zich echt in het meer. Dus ja, dit zijn wel zaken waar in de toekomst aan gedacht moet worden om het weer schoon te krijgen. Dit was paragraaf 8.3.